Hi, en welkom op mijn YouTube-kanaal waar we vandaag een yin-yoga-les hebben voor de allerlaatste supermaan van dit jaar, de Sturgeon Moon. Sturgeon betekent bij ons in Nederlands steur en dit is eigenlijk een vissoort. En vandaar ook de naam. Deze vissoort werd vaak het meest gezien in de tijd augustus. In Nederland weet ik niet, ik weet alleen dat daar de naam vandaan komt. En deze maan is in het teken van Waterman. En dit kan betekenen dat je je de afgelopen tijd en misschien de komende tijd heel vrij voelt in voor nieuwe dingen. Voornamelijk nieuwe dingen ondernemen, nieuwe dingen bedenken, innovatief te zijn, out of the box te denken. Alles in die richting zeg maar, past wel bij deze energie. En om niet te vergeten, omdat we in het teken van Waterman zijn, gaat deze energie vooral gepaard met het samenwerken daarin met anderen. Dus inderdaad echt met anderen zijn, samenwerken, samen kunnen behalen. En daarvoor gaan we nu ook onze dankbaarheid uitspreken in deze les. Dus we gaan werken met affirmaties. En voor elke houding die ik heb, heb ik een affirmatie voor jullie. Je hoeft jezelf in ieder geval te overtuigen als ik het zeg, maar probeer gewoon te kijken wat het met je doet. Dus kijk wat voor gedachten het in je oproept, kijk wat het doet met je lichaam. Misschien verkrampingen of andere dingen voelt in het lichaam. Merk het simpelweg gewoon op. En hou eventueel een schriftje erbij met een pen. Kun je na de houding even opschrijven wat je voelt, wat je hebt gedacht. Dat is altijd wel fijn. Misschien weet je dat na de les natuurlijk het niet zo goed vindt. Dus mocht je dat fijn vinden, mag je dat er altijd bij houden. En dan gaan we verder gewoon lekker beginnen. Pak wel nog heel eventjes een kussen of een dekentje of een blok erbij, want die gaan we nog nodig hebben voor de laatste houding. En eventueel altijd nog voor andere dingen, maar dat is fijn. Dan gaan we beginnen met de meditatie. Pak een thema als je komen zitten. Eventueel, als het fijner is voor de knieën, mag je wat hoger zitten op een blok of een kussen. Of op een manier die jij prettig vindt. Mag je handen open op je knieën leggen en je ogen sluiten. We eerst kijken waar onze ademhaling zit. We proberen onze ademhaling tot rust te brengen. Onze hartslag omlaag. Mocht de ademhaling nog veel in de borst zitten, probeer deze zoveel mogelijk naar beneden te sturen. Betekent dat bij de inademing de buik uitzet en bij de uitademing de navel weer intrekt. Ademhaling onder controle. Dan gaan we naar onze gedachten. En we deze al rustig maken. Deze nog overal heen. Kijk eens wat er gebeurt en probeer daarop te reageren. Er zijn er nog veel gedachten. Om je deze simpelweg te vertellen. Dat je op dit moment niet nodig hebt. Je hebt nu tijd voor jezelf en al het andere maakt voor nu niet uit.
adem nog een keer diep in. En met de uitademing open je ogen. Zijn we klaar om te beginnen. En we gaan deze keer staand beginnen. Even strak beginnen. En dan mag je jezelf eigenlijk gewoon lekker laten hangen. Mocht dit wat te veel zijn, er zal een strekking achter op het been ontstaan, mag je altijd jezelf wat kleiner maken. Misschien je armen vasthouden, kijk even wat prettig is voor je. Gebruik de eerste minuut om nog wat aanpassingen te doen. En daarna kun je lekker blijven hangen. Mag je knieën ook licht buigen als dat wat prettiger voelt. En dan is jullie eerste affirmatie. Ik ben dankbaar voor de mensen om mij heen. Ik ben dankbaar voor de mensen om mij heen. En adem diep in. En bij de uitademing kom je overeind. En dan mag je weer rustig komen zitten. Dan gaan we door naar de butterfly. Mag je voetzolen tegen elkaar aanzetten. En hoe dichterbij, hoe meer je het in je liezen voelt. Hoe verder weg de voeten staan, hoe meer je het in de benen en de billen zult voelen. Kijk even wat fijn is voor je. En dan mag je lekker met je handpalmen naar boven. Weer eerst te ontspannen. Vind de juiste houding. Zit eventueel op een blok of een kussen als dat prettiger is. Jullie volgende affirmatie. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik mijn vrienden en familie mag noemen. Ik ben dankbaar voor de mensen die ik mijn vrienden en familie mag noemen.
adem weer diep in. En met de uitademing breng je handpalmen om naar de grond. Doe je jezelf langzaam omhoog. Laat je benen even terugkomen. Een beetje van links naar rechts laten vallen. Misschien even strekken als dat fijner is. En dan gaan we naar de volgende. Terugkomen zitten. Misschien lekker aangezien we heel eventjes blijven zitten om op een kussen of een blok te gaan zitten. Dan mag je je handen op deze manier voor je houden. Kan je rechts over links kruisen en dan je handpalmen tegen elkaar. Of niet volledig tegen elkaar, de vingers de handpalm raken is prima. En dan mag je je hoofd eventueel tegen je handen aan leunen, mocht je dat fijn vinden. Of hou ze helemaal recht. Focus op de strekking tussen de schouderbladen. En dan is jullie volgende affirmatie. Ik ben dankbaar voor de support en hulp die ik ontvang. Ik ben dankbaar voor de support en hulp die ik ontvang. Zorg dat de schouders niet te dicht bij de oren zitten, maar dat deze mooi omlaag blijven. Adem weer diep in. En met de uitademing laat je los. Bewegen wat fijn is. Even een klein beetje rekken. En dan maken we onszelf klaar voor de andere kant. Doe hetzelfde. Onze handen brengen we naar voren. Kruisen we links over rechts. En dan plaatsen we onze handpalmen tegen elkaar. Je mag weer hier blijven als je het fijn vindt. Mag je je hoofd tegen je handen laten rusten. Dan focus je weer vooral op die strekking tussen de schouderbladen. Misschien wat in de armen. Misschien voel je wat in de rug. En dan is jullie volgende affirmatie. Ik ben dankbaar voor de lessen die elke ervaring met zich meebrengt. Ik ben dankbaar voor de lessen die elke ervaring met zich meebrengt.
adem weer diep in. En met de uitademing laat je handen los. Doe weer eventjes wat fijn voelt. Blij met je bewegen. En dan mag je eventuele blok of kussen weghalen. Dan gaan we naar de volgende. Mag je op handen en knieën komen? Dan gaan we naar de melting heart. Dus knieën mooi onder de heupen. En die blijven daar en je loopt eigenlijk je armen verder uit. Laat de borst naar de mat zakken. Je hoofd op de grond rusten. Is dit te veel? Mag dit eventueel ook op een kussen? Dan is jullie volgende affirmatie. Ik ben dankbaar voor mijn vermogen om het leven van anderen te verrijken. Ik ben dankbaar voor mijn vermogen om het leven van anderen te verrijken. En adem weer diep in. En bij de uitademing kom je langzaam overeind. Duw je handen weer terug. Dan mag je langzaam meteen naar achteren komen in de volgende houding. Dan gaan we door naar Child's Pose. Mag je grote tenen naar elkaar toe. Knieën mooi op heupbreedte. Je mag je armen achter je plaatsen. En je hoofd op de grond laten rusten. Eventueel. En dan is jullie volgende affirmatie. Ik ben dankbaar dat ik met partners aan mijn doelen mag werken. Ik ben dankbaar dat ik met partners aan mijn doelen mag werken.
adem je diep in. En met de uitademing plaats je je handen naast je. Duw je jezelf omhoog. En eventueel ook kussen aan de kant. En dan mag je op je buik komen liggen. Een beetje aan de linkerkant van de mat liggen. En dan mag je je rechterarm in een hoek van 90 graden plaatsen. Mooi. Parallel aan de mat met je onderarm. En dan gaan we onze knieën aan de andere kant optrekken. Voelen de strekking. Misschien een beetje in onze borst, onze schouders. Je mag je arm hier laten. Eventueel op de rug. Dat is jullie volgende affirmatie. Ik heb veel dingen om dankbaar voor te zijn. Ik voel me gezegend. Ik heb veel dingen om dankbaar voor te zijn. En ik voel me gezegend. En adem diep in. En met de uitademing open je ogen. Doe je hand terug. Mag je benen langzaam naar achteren doen. En heel eventjes mat komen liggen als je dat fijn vindt. Neem heel eventjes de rust. Laat ik heel even de microfoon. En dan mogen jullie wat naar de rechterkant van de mat verplaatsen. Je linkerarm op 90 graden liggen en je knieën naar de andere kant optrekken. En vind hier de rust weer. In de pose ontspan jezelf. Dan is jullie volgende en tevens de laatste affirmatie. Ik waardeer iedereen die mij heeft geholpen te worden wie ik nu ben. Ik waardeer iedereen die mij heeft geholpen te worden wie ik nu ben.
adem weer diep in. En met de uitademing plaats je je hand terug op de grond. Duw jezelf rustig terug naar het midden. En dan mag je op je rug komen liggen. De laatste houding. De laatste houding voor wanneer je vast mag gaan. Waarin we geen affirmatie hebben. Je mag een kussen of een blok onder je neerleggen. Onder de heupen. Zorg dat als je een blok hebt dat hij wat minder drukt op dingetjes. Je mag je handen op je buik leggen of naast je. Kijk even wat je fijn vindt. Probeer hierin gewoon lekker te ontspannen. Laat de gedachten over de affirmaties los. En focus op je lichaam, je ademhaling. Uitademing, laat je benen zakken. Je voeten weer terug op de grond. Doe je heupen op, haal eventueel blok kussens weg. En maak je klaar voor de eindpose. Eventueel een dekentje om over je heen te leggen. Misschien een trui of een vestje. Te ontspannen. Laat alle spieren los. Alle gedachten. Focus je puur alleen op de ademhaling. De dingen die je voelt in het lichaam, die je nog navoelt van de rest. Bij elke uitademing steeds een beetje meer te ontspannen.
mag je natuurlijk altijd langer blijven liggen. Ik laat nog je handen en voeten bewegen. Je benen, je armen richten ze alweer uit. Als je klaar bent, mag je op je zij komen draaien. En komen zitten. Een klein beetje inrekken. Even recht komen zitten. Laat je handen voor het hart. En kom even rustig terug waar je bent. Nog een keer goed diep in. En bij de uitademing open je ogen. En dan wil ik jullie bedanken dat jullie deze les vandaag mee hebben gedaan met mij. Namaste.